1. Kom maar. Hallo, welkom bij Perry. Ja. Ik ben Mira en ik doe gezellig mee. Leuk dat jullie luisteren. En we beginnen goed. Perry die heeft het gehad met Willem Engel. Daar, ja. Daar gaan we het over hebben. Ja. Ik wil niet gered worden. Mm-hmm. Ik vind dat een bestempeling alsof ik zielig ben. Ik hou daar niet van. Mm-hmm. Ik beschouw mezelf als een soort onkruid. Mm. Een varken eigenlijk. Mm. Ik vreet alles wat er maar te eten is en ik word steeds maar dikker. In geestelijke zin dan maar. Ik wil niet geholpen worden, niet door Willem Engel en Blue Tiger vind ik verschrikkelijk. Katholiek. Yeah? Ja, katholiek. Ik hou niet zo van katholicisme. En jij... Zijn dat katholieke blauwe tijger? Ja, die zijn katholiek, ja. Oh, grappig dat jij blauwe tijger noemt trouwens. Omdat ik zeg gewoon altijd alles wat ik wil zeggen. Die hebben alsjeblieft, dat probeer ik ook altijd en dat lukt me nooit. En jij bent daar beter in dan ik. Ja. Maar die hebben dus een klokkenluider een podium geboden, een interview. Mm-hmm. Ik weet niet of je het gezien hebt, een klokkenluider van justitie. Kom maar. Maar ik heb die jongen een jaar lang begeleid. En ik ben al heel lang vrienden met Jij hem. Jij kent hem? Zeg maar, ja. Maar dat moest altijd geheim blijven. Niemand mocht weten wie die was. En hij belde. Mijn kinderen kennen hem ook. Hij komt op de verjaardag van de kinderen. Wat? Echt waar? Ja, het moest altijd geheim blijven. En nu is hij dus naar buiten getreden. Het is allemaal wel best wel raar om dat dan op een afstandje te zien. Bij Blue Tiger? Ja. Is hij naar buiten getreden? Ja. Met welk schandaal? Joris Demmink of iets anders? Ja, ik wil geen ruzie krijgen. Dus ik moet precies, nu wel hou je met deze. Op mijn woorden letten. Ja, natuurlijk. Hij werkte in de Scheveningen in de Baaiers. Dat is het enige gevangenenziekenhuis van Nederland. Mm-hmm. En daar werkte hij al 30 jaar, 29 jaar. En er gingen allemaal dingen mis door een afdelingshoofd. Daar begon het een beetje mee. En dus het personeel was heel ontevreden. Er ging van alles mis. En hij wilde dat er wat aan gedaan werd. En nou ja, je kent de ambtenarij. Die willen dat helemaal niet. Die hebben zoiets van, ja oké, jullie zijn niet blij. Jammer dan, we gaan gewoon door. En, maar hij had zoiets van, er moet iets gebeuren. Dat afdelingshoofd is gek en die moet weg. Ja, ja. En toen hadden ze zoiets van, ga jij maar lekker weg. Zeiden ze, nou, ga jij maar naar huis. Mm-hmm. En dus toen is hij thuis komen te zitten... En vervolgens is hij dat aan gaan vechten. En ja, dat werd groter en groter en groter. Maar ze hadden zoiets van, ja, wij willen jou helemaal niet terug. Want jij bent gewoon een onruststoker. Mm-hmm. Ongeacht of je wel of geen gelijk hebt. Ja, er zitten bedrijven en ook de ambtenarij zitten daar gewoon niet op te wachten. Mm-hmm. En hij zat aan gaan vechten. Heel veel steun van collega's. En hij heeft 2 jaar lang thuis gezeten en heel veel informatie vergaard. Waar vocht hij tegen? Tegen wat? Windmolens? Gelijk Don Quixote? Zeg het. Kijk, wat ik gewoon moeilijk vind, is dat ik vaker contact heb gehad met zo-called klokkenluiders. En het begint met iets kleins en dan willen ze gehoord worden. Ja, ja. En dat gebeurt niet. En dan wordt het verhaal groter en groter en groter en groter en groter. Mm-hmm. En dan gaan ze nog harder schreeuwen en nog groter. En dan gaan ze zorgen dat het kabinet gaat vallen. Ja, en wat heb je eraan? We krijgen een nieuw kabinet met andere Hugo de Jongens. Ja, maar ja, tegelijkertijd ben ik wel voor mensen dat ze hun mond open moeten trekken. Vind alleen, ik ook. Dat vind alleen, ik ook. Alleen. Kijk, bijvoorbeeld, nogmaals, ik hou echt van humor en dat weet hij ook wel. Je houdt van wat? Het is de vriend van mij, dus snap je? Dus dan kan je gewoon niet... Maar één voorbeeld... Ja. Zeg maar, het zijn ook vaak van die grote woorden die dan gebruikt worden. Ja. En hij zat al 2 jaar thuis en in de ziektewet. Maar je kan iemand niet zomaar ontslaan. Twee jaar in de ziektewet?
Okay. 2 jaar of zoiets. Ik heb zes weken in de ziektewet gezeten. Moet ik weer schoonmaken. Ja. Ja, maar goed, ze wilden hem dus ook niet terug. Dus... Oh, ja, ja, mij wel. Ik ben populair. Okay. Jij ook. En wij zijn beide populair. Ja. Ja, maar ja, men wat je wil dan krijgt, ons om graag. Het even af te maken, even het verhaal afmaken. Ja, kom. Even. Kijk, wat er dan gebeurt. Toen hebben ze op een gegeven moment na 2 jaar, want hij zegt, ik vecht het aan, ik vecht alles. Hij vecht alles aan. Helemaal prima. En toen zei ze dus op een gegeven moment, er was natuurlijk een advocaat bij betrokken. Ik ben ook bij die advocaat geweest met hem en zo. En toen zei het ministerie van Justitie, want daar valt het gevangeniswezen onder. Die zei van, nou ja, oké, weet je, we willen een andere baan voor je zoeken. Maar dan moet je gewoon ophouden en dan beginnen we gewoon met een schone lei. Nou, dat is heel normaal. In een huwelijk, hè, als je uit elkaar gaat, hè, omdat de een vreemd is gegaan of wat dan ook. Of die ander die heeft elkaar op zijn bek geslagen. Nou, neem je een time-out en dan na verloop van tijd ga je weer met elkaar praten. Dan zeg je, nou, zullen we weer verder gaan met ons huwelijk? Maar dan moeten we wel zand erover en gewoon verder. Dat is heel normaal. Oh, lekker. Ja, een jubilee heet dat. Een jubilee. Ja. Heel normaal. Ja. Maar hij zegt dan, ja, ze hebben me een zwijgdeal aangeboden. En dan denk ik, ja, ik snap dat je dat zo kan noemen. Maar het is ook wel... Ja, of je wilde werken of je wilde niet werken. Als je terugkomt, dan moet je gewoon normaal functioneren. En, en moet je ook niet zeiken. Ik vind dat geen zwijgdeal. Ik vind, dat vind ik. Eens. Ja. Maar één ding wat ik geleerd heb met klokkenluiders, je moet ze niet tegenspreken. Je moet geen kritische vragen stellen. Je moet ze niet, want dan worden ze heel erg boos. En als het even tegen zit, dan ben jij de vijand. Dat is bij mij niet gebeurd. Maar hè, zo zitten die mensen helemaal in hun verhaal. Ben jij een klokkenluider? Heb jij ooit klokken kunnen geluisteren? Heb jij dat ooit die positie gehad dat je de bel kon laten klinkling? Nee, ik ook niet. Ik heb alleen maar geleefd tussen mensen. Turken, Koerden, Libiërs, verdwaalde Groningers en Friesen, die deden ook leuk mee. Ik heb niks te klokkenluiden. Ik kan niks te klappen. Ik ga alleen maar om met sukkels zoals ik zelf ben. Nou, weet je wat het ook is, Per? Dat is, je moet op een gegeven moment, moet je ook gewoon... Kijk, ik heb natuurlijk, je weet dat hele ellende met dat vorige huis en overlast, bla, bla, bla. Ja. Nou, als ik... Even interruptie voor de kijkeraars. Mira heeft een boek geschreven over dat huis waar ze vroeger woonde. En dat heet... krijg allemaal de kleren of zo, hè? Ja, het heet Stigma. Je moet het vooral niet lezen. Maar wat ik bedoel is dat... ik had ook kunnen kiezen om 20 jaar lang door te gaan met mijn verhaal te vertellen. Het steeds groter maken en ook zeggen dat het kabinet moet gaan vallen over mijn verhaal. Ja, ja. Ik heb dat gewoon niet gedaan. Ik heb een boek geschreven met het idee streep eronder en weer door. Ja. Nou, dat is gewoon een keuze. De is een goed gelukt, hè? Als het ander. Het is een goed gelukt. Jij bent goed doorgegaan. Ja, omdat je moet. Kijk, dat heb je ook naar verbroken relaties. Dat kennen we allemaal. En heb je hartepijn, heb je hartzeer. Nou, de een doet er 3 weken over en gaat weer verder met leven. Ja. En sommige mensen komen er nooit overheen. Het ene is niet goed, het andere is niet fout. Maar het is wel Rust. Ja, het is een keuze. Maar ik vind het heel toevallig dat jij de blauwe tijger noemt. Want ik heb dit nog nooit tegen iemand verteld dat ik daarbij betrokken was. Ja, ik vind het dus. Ik heb een uitzending gemaakt over blauwe tijger. En die heeft... jeetje. Echt waar? Ja, ja. Met Willem Engel. Gewoon clickbait. Ik weet het inmiddels. Hè. Je moet. In je titel moet je van alles zetten. En een Willem Engel er ook in. En Karel van Wolveren. Ja, ja. En dan ja. krijg je een regen van kliks. En dan Wim Kruidentuin tegen mij. Die was totaal teleurgesteld. En die zei: ja. Ik dacht, ik ga een keertje naar jou luisteren, want ik luister liever niet naar jou. Maar je hebt het over de blauwe tijger en dan ga je leuke dingen zeggen over die lui. En dat was helemaal niet leuk wat je zei. Dus heb ik een rectificatie gemaakt van, sorry, ik had het over de blauwe tijger niet per se om ze in de hemel te prijzen. Het ging mij erom dat ik het een celletje slapjanussen vind. En niet beledigend,
Gewoon slappe piemels. Dat is niet beledigend. Oh, echt? Dat is oh, gewoon wat een kleine wereld is dit. Ik wist dit dus oprecht niet, hè, jongens en meisjes. Ik wist dit echt helemaal niet. Perry, jij bent mijn getuige. Ik wist niks dat jij iets over de blauwe tijger hebt gezegd. Ik wist niet eens dat jij de blauwe tijger kende. Ja. Aha. Ik kan er niks over zeggen, want ik heb ze dus maar één keer gekeken. En, nee, twee keer. Je weet het, een hele hoop geblabla. En laat vooral die vrouwen aan het woord. Oh, waaronder Karel van Wolferen, de hoofdvrouw. Mm. Ja, ik denk er nogal pushy over. Ik mag dat niet. Ik hou niet van geldverdienmodellen. Maar ik dacht dat die van Wolferen bij Weltschmerz zat. En bij de Blauwe Tijger. Oh, die hebben gewoon ook allemaal dezelfde gasten. Ik maar kijk ze hebben ook wel naar allemaal die katholieken. Ik hou die katholieken in de gaten. Dat is mijn ding. Ik vind het leuk. Maar wat is daar katholiek aan dan? Het universele geloof. We gaan allemaal hetzelfde geloven. Universeel, katholiek. Maar is die presentator, is dat een katholiek? Wat is er katholiek? Ja, de Blauwe Tijger die maakt reclame voor de architectuur die de katholieke kerk heeft achtergelaten in Europa. Ik heb er nog fraai bij gezegd, dat is leuk dat die katholieke kerk zoveel mooie architectuur heeft achtergelaten. Wat heb je aan die architectuur als je daar alleen in mag kijken met je mondkapje voor je neus? Dat heeft er toch geen fuck mee te maken? Precies, dat is wel zo. Kijk, voor mij is het simpel. Ik ben er alleen maar om voor de humor te zorgen. Hmm. En de rest, het is een kwestie van lachen. Seriositeit, dat doe ik niet meer aan. Punt. Ik heb al die katholieke kerken bekeken. Ik heb Thomas van Aquino bestudeerd. Ik weet Aristoteles, ik weet Plato, ik weet de hele meuk. En het liefste hou ik van nieuwe kinderen. Van die frisse, nieuwgeboren kinderen. En die zeggen bla of blue. Dat vind ik eigenlijk het leukste. En de rest interesseert me helemaal niks. Al die gedachten van Mark Rutte. Ja, je moet met je mondkapje in een bus gaan zitten, maar dat mag niet werkzaam zijn. Want als bewezen is dat het niet werkzaam is, dat het dus werkzaam is. Als het bewezen kan worden dat het mondkapje werkzaam is, dan krijg je een boete en die staat gelijk aan 30 uur werken voor Perry Winkel. Ja, ha, 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 ha. Hey, even tussendoor, kan eruit. Ja, kom erop. Ben je weet zeker dat je aan het opnemen bent? Want normaal krijg ik een bericht van Perry neemt op. En dat heb ik nu niet. Ja, precies. Ik neem op via QuickTime. Oh, helemaal goed. Ik denk, ik zeg het even, want dat is altijd zo'n teleurstelling. Ja, ik zie jou ongelooflijk uitslaan op mijn... Maar dus, ja, de katholiek. Waarom, hè? Zeg de katholiek. Maar over podcast gesproken, weet jij dat, want dat is ook wel, wij kennen elkaar natuurlijk uit de complotwereld, laten we elkaar geen even voor de noemen. Kijkeraars, Mira en ik hebben elkaar gezien in Duitsland, in Friesland en in Amsterdam en in Arnhem. Ja, we kennen elkaar sinds 2013. We hadden inmiddels al lang een gezamenlijke corona moeten hebben eigenlijk. Oh, ik wou zeggen, we hadden al een gezin kunnen hebben, want daar dacht ik aan. Ja. Ja. Ja, de oudste is 7. Oh. Maar ja, kijk, wat het dus is, hè, dat ik ben, ik bedoel, hè, ik spreek jou, ik ben er echt wel klaar mee, jij ook. Ik bedoel, we hebben het overal over, behalve over Demming. Ja, precies, daar wil je het niet over hebben. En Marielle Vraatstra is ouwe hoed. Ja, dus we zijn een beetje klaar met de complotten. Lang voorbij alles. Ja. Maar wat is er nou gebeurd? We hebben Lange Frans. Ik ben echt fan van Lange Frans. En dat komt omdat mijn jongste dochter, die is helemaal weg van Nederlandstalige muziek. En dus ook van Lange Frans. En elke dag je jongste haar... is Sarah. Ja, en die breng ik elke dag naar school. En zij heeft een playlist. En die mag dan in de auto mag haar playlist op. En dat is dus allemaal Nederlandstalige muziek. Dus ik ken al die liedjes van Lange Frans. Hartstikke leuk, hartstikke goed. Maar Lange Frans is, ik weet niet of je dat weet, die is in de complot-podcast gegaan. Ja, die heeft dus een partij kijkcijfers. Hartstikke goed. Het is heel belangrijk en dat heel veel mensen... over ufo's en graancirkels. Nee. Wel. Nee, dat is... Maar dat is typisch iets wat... Hè, dat is één dingetje eruit halen. Dat is wat ze gedaan hebben. Nou, kom erop. Bestrijd mij. Ook over dat hij wil dat Rutte doodgeschoten wordt. Dat is gewoon helemaal uit zijn verband gerukt. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar dat heeft in de kranten gestaan. Ja? Ja. Dus. Oké, ik ben team Lange Frans. Hartstikke leuk, hartstikke goed. Maar...
nou komt het maar, hè. Even voor de kijkeraars. MR, ja. Dat is Mister. Ja. Dus ja. Maria is ook al, wordt ook gebruikt voor de heilige Maria. Dus maar. Dus Mira gebruikt nu het woord maar. Kom erop, ja. Mira. We zitten nu met een hele lading hiphoppers, muziekliefhebbers, die voor het eerst over Demmink en al die viezigheid horen. En dus nu wordt alles, al die oude koek, al die oude korstjes, die worden weer opgewarmd. Die prakjes. Wat gaan we? Korstjes? Ja, prakjes. Eten. Het wordt weer oude opgewarmd. Eten wordt opgewarmd. Wordt opgewarmd. Ja. Dat moet in de composthoop volgens mij. Ja, dus je krijgt al die verhalen waarvan ik, want ik was daar persoonlijk bij betrokken, al weet dat heel veel verhalen gewoon niet kloppen of geen goede bron hebben. Ja. Snap je? Ja. En dat wordt nu allemaal weer hop, hop, hop. En dan zie ik dat weer. En dan denk ik, oh man, alles wat ik al die jaren heb gedaan. Ja, ik weet het niet. Sommige verhalen mijn denk punt ik is, dat mijn we punt die is, eruit moeten halen. Het is nog nooit goed gegaan. Dus we blijven proberen. Ja. Punt. Dus iedereen heeft gelijke kans. Het is nog nooit goed gegaan. Heb jij een beter idee? In plaats van te komen met aerosolen of Karel van Wolveren met zijn deepstater. Ja, daar heb je ook gelijk in. Maar het was zeg maar dank een boek wel, wat al dicht was. Het was een boek wat voor mij al lang dicht was. Ja, en dat gaat dan opeens weer open. Dat ik denk, oh nee jongens, alsjeblieft. Dus dan krijg je weer al die verhalen. Maar het is ook goed, het moet bespreekbaar blijven. En, ja. Had ik ook met mijn dochter, hè? Ik had haar een linkje gestuurd en de titel was Brainwashed Feminists, meervoud. Hersenspoelde feministen gaan uit hun dak. Ja. En zij wilde die niet kijken. Nee, zei ze, dat is een negatief uitgangspunt. Ja. Maar daar zijn we dus beland. Precies wat jij zegt. Ja. Dus, mijn punt is, het ging erom dat er is een ding met kinderen die alleen maar die geen vader hebben. Dat is een soort los stopcontact. Ja. Dat is statistisch vastgesteld. En jij doet het geweldig. Maar jij bent, naar in mijn optiek, iemand die ik vertrouw. Oh, wat lief om te horen. Fijn om te horen. Ja. In mijn ogen ben jij Adam. Hebreeuws gesproken. Waar was dat ik? Dat is lief. Het hoort zo te zijn. Het hoort dat de waarheid is. En het issende is de waarheid. Punt. En de Hebreeërs hadden het eerste woord. Bereshit is dat. Genesis, zeggen wij. Het begin, toch? Ja, in den beginnen. Bereshit. In den begin, ja. Bereshit, bara, Elohim, et hashemayim, v'et haaretz. En haaretz is de aarde. En Hashemayim is de hemel. En Mayim is water. En nu? Ja, en dan Elohim nog. Hè. En wie begrijpt het? Helemaal niemand. Iedereen loopt te zeiken over de Bijbel. Dat is mijn punt. En dat is niet nodig. Mensen dienen dat te begrijpen. Mensen dienen respect te hebben dat onze voorvaderen dat hebben opgeschreven. En mensen dienen te begrijpen dat met handelingen het opengegooid is. Het hek is opengegooid. Dat iedereen schaap of lam mag worden. Niet alleen de Hebreeërs, maar ook de anderen ook. Dat is het christendom. Maar dat is toch ook gewoon zo? Iedereen mag toch lekker zelf eten? Ja, het punt is dat het wel gaat om de waarheid.
Ja, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. En dat is een fout goed. Ding, want jij en ik geloven allebei dat Marianne Vaanstra vermoord is. Ja. Punt. Niet een beetje, ze liep gewillig mee naar de weiboom of zo, of meiboom. Nee, zij is vermoord. Ja. Punt. Ja. Dat is 0 of 1. Ik ben digitaal. Dus ik ben ik heb er vorige week nog uitgebreid met iemand over gehad. Ja. Vertel. Nou ja, dat het is. Het was mijn eerste zaak eigenlijk, hè? Ja, ja. En, waar ik van hoorde. Hm. In de complotterswereld. Ja, ja. En Neem rust. Het is een zaak die ik zo ontzettend graag opgelost zou willen zien. Het is zo erg. Ja, je weet niet waar je moet beginnen. Precies. Het is een fout gebreide trui. Ja. En waar moet je dan... hoe moet je dat weer tot een touwtje maken? Ja. Hoe ga je dit oplossen? Moeten we Henk J. Maus gaan bezoeken met z'n tweeën? En dan ik met een brigandgranaat? Ik doe het graag, hoor. En zeggen, en nou ga je vertellen hoe het zit. Hm? En dan zeg je, en zeg je van, en nou ga je vertellen hoe het zit. Ja. En dan moet je draaiende camera hebben. Ja. En dan zo'n CIA-dildo in zijn bibs. Ik dacht ook om iets aan in zijn bibs te doen, toevallig. Ja. Dat is toch ook apart, ja. En dan zo'n goede CIA, van die katholieken, de Catholics in Action, hè? CIA... Zo'n katholieke, ja, zo heten ze, hè? Dus, die universeel gelovigen, die vinden dat we allemaal hetzelfde moeten geloven. Was. Ik dacht dat die C van cocaine was, maar ik weet even niet meer de rest. Nee, de Catholics in Action, de CIA. Oh. Vond ik ook zo'n smerige opmerking van Blue Tiger, dat ze John F. Kennedy bestempelde als de enige katholieke president van Amerika. Dat is niet waar. Oh. Punt. Heb je ze dat laten weten of niet? Wat zeg je? Heb je ze dat laten weten of niet? Ik krijg geen reactie. Ik heb ook een artikel ingestuurd bij... Karel van Wolferen heeft andere nieuws of whatever dinges.eu. Ik heb kopij aangeleverd en niks gehoord. Schande. Nee, natuurlijk schande. Niet. Ja, gewoon niks. Niet eens, want we hebben uw mail ontvangen. Nee. Alleen maar, dus de Karel van Wolferen die zegt, ja, je moet naar de andere kant of whatever, werkelijk nieuws of zo, .eu, redactie, ad. Ja, en dat kan ik ook. En dan hoor je niks. Nee. Nee, die ervaring heb ik wel bij Forum voor Democratie heb ik dat gehad. Wat zeg je? Die ervaring heb ik wel bij Forum voor Democratie gehad. Ik ben een lid van hun. Ja. En... daar heb ik wel 2 keer dat ik een mail moest sturen op hun advies of zo. Maar ook dan niks gehoord. En dat is dus echt heel erg, hè? Ja. Als je niks hoort, lekker. Terwijl je gewoon niet met ja. Zeg het nog een keer, dat je het zo erg vindt. Dat je geen antwoord krijgt. Heel erg als je geen antwoord krijgt. Als je bij zo'n instantie... Ja, en je komt met iets, hè, zeker als ze zeggen stuur een mail, dan heb ik je gegevens en dan doe je dat en dan hoor je niks. Dat is heel erg. Of als je een positieve bijdrage levert, hè, want dat is, neem ik aan wat jij gedaan hebt, dan hoor je niks. Ja. Erg. Ik heb er geen last van, hoor. Want ik ken mensen zoals jij en dan moet ik altijd weer lachen. Het maakt mij geen rot uit. Ik ken een vrouw en die beweert van Joodse afkomst te zijn en die woont in de Jordaan. Wat kan mij overkomen? Ik doe liever aan geen zorgen. Ik ben gestopt met seriositeit, serieus. Ik doe er niet meer aan. Ik leef en praat. En de rest kan de bas krijgen. Nou ja, ik... Wie gaan we nog meer af... Jij hebt nog niet Ab Grapperhaus afgezeikt. Afgezeken, moet ik denk ik zeggen. Afgezeken. Nou, ik dacht eventjes inhakend, hè. Zoals jij nu zegt, hoe jij nu in het leven staat. Ja.
En rustig, dus ik zit even terug te denken de laatste weken hoe het bij mij was. Want ik ben ook af en toe heel erg boos. Oh, goed zo, goed zo. Ja. En dan zeg ik toch wat ik ergens van vind. Ja. En dat heeft natuurlijk ook altijd consequenties. Mensen schrikken ervan of ik heb spijt. Ja. Dat gebeurt ook. Ja, ken ik. Dus de laatste weken was het dat een beetje. Geen probleem, geen probleem. En bijvoorbeeld, ik heb de bezuinigingsplannen van de gemeente Amsterdam onder ogen gekregen. Omdat ik in een of andere commissie zit. En dan moet je daar zeg maar met z'n allen als commissie moet je daar op antwoorden. En ja, dat was gewoon op het verkeerd moment. Dus daar heb ik even gezegd wat ik vind van al die subsidiepotjes. Was dat schokkend wat je zei? Ja, vind ik wel. Gaf het reactie? Nee, kijk, dat zijn linkse mensen, hè, of tenminste, dat zijn mensen die vinden dat, geld heeft geen, de subsidiepot heeft geen grenzen. Uh-huh. Ja, ik zit zo niet in elkaar. Ik hou gewoon van effectief uitgaven van. Ja, liever heb ik dat je het woord geld gewoon overslaat. Dat je zegt, ik hou van, en dat geen gewoon. Ja. Okay. Direct spreken. Oké, goede tip. En het wordt echt en eigenlijk al overbodig geworden. Ja, maar dit is spreektaal, hè? Zaterdagavond. Dit is mijn vrije tijd. Ja. Dit ging per e-mail, maar het, dank voor de tip. Het gaat erom dat mensen die hier naar luisteren, dat ze moeten gniffelen. En zelf gaan nadenken. Ja. Over Ab Grapperhaus. Wat vind je van die kale kop eigenlijk? Nou, kijk. Wat het dus... Ja, over Grapperhaus. Wat moet ik over Grapperhaus vertellen? Het is moeilijk om er lollig over te doen, hè? Nou ja, kijk, ik vond helemaal niet dat hij op moest stappen. Voor mij hoeft niemand op te stappen eigenlijk. Nou, dat is niet waar. Over zijn bruiloft. Ik bedoel, who fucking cares? Maar wat er nu gebeurd is dus heel interessant. Hij heeft alsnog een boete gekregen. Dus dat is voor het eerst dat er een boete op basis van een coronaboete op basis van een foto. Dus dat heb ik getwitterd. Van nou, hè? Op basis van een foto coronaboete. Ja, ze moeten je haten, denk ik. En toen zei hij, ja, tuurlijk, iedereen haat mij. Maar dat vind ik dus leuk, hè. Als je nou hebt over vreugde in het leven. Ja. Dat is echt mijn grootste vreugde in het leven. Dat zie je haten. Om mensen op de kast te jagen. Dat vind ik zo leuk, want ik weet dat ik gelijk heb. Precies, snap je? Ja. En dat, ik heb gelijk. En om dan mensen op de kast te krijgen, nou, dat vind ik zo fantastisch. Geweldig, dat vind ik fantastisch. Jij doet het beter dan ik, ja. Ja, ik vind zelf ook dat ik het heel goed doe, maar ik krijg weinig respons. Je hebt te weinig dislikes. Je wil meer dislikes. Nou ja, ik vind dat ik gewoon wel vaak hout snij, ja. Ja. Ik vind die films van jou erg mooi, met je kids. Ja, jullie gezin. Ja? Ja. Ja? Geinig, echt grappig. Ook onderhoudend. Ja, ik vind het zelf zo fantastisch. Ik vind het meest fantastische wat ik ooit gedaan heb. Ja. Maar ik ben dus, niemand kijkt. Ja, ho, ik kijk. Ja, maar het is bedroevend. Ik kijk. Ja. Nou ja, het is en als bedroevend. Ik kijk, krijg ik daar een goed gevoel van. Oh, dat is en dan zeker denk ik, de bedoeling. Dat is dat is een stelletje fucking. Voortplantende mensen. Mm. Een compliment. Je gaat bijna zeggen complot. Compliment. Oké. Jojo, steek het in je zak en geef het door. Ja, nee, fijn. Ik ben dolblij met complimenten de laatste tijd. Ik was erg depri van alles. Ach, helemaal niet nodig. Je moest eens weten hoe erg het aan mijn kant is. Het is best te hard, hoor. Jawel, maar het moet allemaal wel een balans zijn. Hè? Dus je moet ook leuke dingen... Ja, dat weet ik. Hè? We weten het allemaal. Dat is ook mijn ding. Als je in Genesis leest, dan weet je hoe het begon. En dan kijk je heel verbaasd om je heen. En je denkt, is het nog niet begonnen? Het lijkt Genesis wel. Waar is de rest dan? Ik ben meer en meer Hebreeuws. Ik denk dat ik Hebreeuws DNA heb. Dat Hebreeuws mij uiteindelijk beter ligt dan Nederlands. Oh, wow. Dat is toch cool, toch? Ja.
Hey, is het bij jouw instelling ook zo dat die mensen allemaal getest worden? Nou, alleen bij verschijnselen. Oh. Als ze dan verkouden zijn, het wordt corona getest. Man. Een enkeling. Niemand interesseert er iets. En ben jij getest? Zou je Nee, natuurlijk niet. Nee, ook niet. Ik loop het risico dat ik plus schoor en dan kan ik niet die toiletten schoonmaken. Dus ja. Ik wil die mensen, die bewoners, de cliënten van mijn werkgever, die wil ik behouden. Ik laat me niet testen, want anders ben ik weer 2 weken buiten beeld. En ik ben al 6 weken buiten beeld geweest vanwege rugklachten, omdat ik te diep moest bukken voor mijn manager. Dat klinkt heel gek. Ja, dat is serieus zo. En ik heb binnenkort, ik heb inmiddels mijn direct leidinggevende, die heb ik nou e-mail mee. En die heeft gezegd, en dan kom ik binnenkort bij jou langs en dan mag je mij gaan vertellen wat er aan de hand is. Kijk, daar hou ik van. Ik ben daar om te genieten. Ik maak play schoon en dat vind ik nog leuk ook. Ja, mag dat? Of ja. Is de hoofdstad van Irak soms Bagdad? Ja, ik geniet van mijn dingen. En ik ga maar door. Ik hou ervan. Ik hou niet meer van seriositeit. Er zijn geen oplossingen. Je moet schoonmaken. Dat is het. Hoi. Ik hoor je niet meer.